Hallo en... Ach joh, waarom doe ik dit eigenlijk? Thijs, kom maar in beeld. Hallo, welkom bij een nieuwe video. Voor vandaag doen wij bucketlist hashtag 5 alweer. Al... Dat is de eerste keer dat we dit doen, hoor. Hashtag 5. Ja. Oh. Oké, nou, vandaag gaan we alweer zoals elke dag de benodigdheden voorlezen. En ons proefje heet... Diegeblad glas met lava. Glas met lava. Oké, nou, zullen we benodigdheden? Ja, ja. Een drinkglas. Hebben we hier. Water. Hebben we hier ook. Oh, oh. Olie. Olie. Hier weer. Oh, wacht. Hier hebben jullie het zien. Hier is olie. Net als hashtag... 2? Ja, heel veel. En zout. Zout, ja. En 10 minuten. Ja. Nou, laten we beginnen met stap 1. Stap 1! Oh. Vul het glas tot over de helft met water. Nou, laten we dat gaan doen. Ja. Ja? Ja. Over de helft. Zoiets. Stop. Ja, zo. Perfect. Nou, stap 2. Doe een laag olie erbij van ongeveer een centimeter. Dat doe ik. Oh, nou, oh, oh. Hou vast. Nou, doe maar. Lekker. Oh, olie. Het, ik weet niet of jullie het opvalt, maar het, de zon schijnt echt heel erg fel hier. En mijn haar is veranderd. Ja. Oh, stop. Zo'n zo lang grootje op. Dank je. Ja, dus meer dan een centimeter. En oké, wat is de volgende stap? Nou, stap 3. Wacht totdat de olie mooi laag is geworden. Nou, moet ik dan eventjes wachten. Tuut. Mooie achtergrondmuziek. Wat? Ja, vraag 1. Wat denk je dat er gebeurt als je zout in het glas gooit? Strooit. Nou, ik denk dat die bubbeltjes naar beneden zijn gevallen. Ik denk dat olie dan niet zo hier op het water blijft wrijven, maar gewoon in elkaar wordt geflutst. Oké, dan weten we dat. Stap 4. Strooi langzaam zout in het glas. Nou, dan gaan we dat doen. Mag ik dat doen? Nee, doe ik wel. Oh. Maar zout is mijn vriend. Nee. Zout is mijn vriend. Hij is een spinnen. Doe maar. Ziet hij erin, denk je? Wat? Iets meer? Ja, doe maar. Jee! Huh? Het zout? Wow! Kijk mensen, het zout gaat naar onder. En weer naar boven. Wat? Ik laat hem even de camera inzoomen. Wacht, kom, laat hem meer bij doen. Laat hem meer doen. Wacht, dat mag ik niet de rest. Kom, ik wil het. Wow. Halleluja. Zo maak je dus je eigen... Wow. Lava-lamp. Zoiets. Eigen lava-ding. Vraag 2. Wat gebeurt er? Nou, wat we zagen. Wat we zagen is dat het zout naar beneden ging, wat nog steeds bezig is, en dan in één keer weer omhoog of zo. Oh ja. In stap 3! Hoe denk je dat het komt? Nee, weet ik niet. Er zit er wel van. Flauw idee! Zet in de comments! Wat je ervan vond. Cool. Later.